Fijn dat jullie hier weer zijn. De vraag van vandaag is overgewicht iets een probleem op zich, of is het een symptoom? Is dat eigenlijk de bovenkant, boven op de oppervlakte naar voren komt? Ik vergelijk dat altijd met onkruid. Je ziet onkruid en het probleem op dat moment is onkruid. Je ziet nou eigenlijk niet veel buiten, omdat er geen onkruid is. Maar in zomer of in lente zie je onkruid uitkomen. En dat wat jij ziet op de oppervlakte. Maar je weet dat als jij alles doet om onkruid weg te halen, onkruid komt terug. En dat is het verhaal van veel mensen die problemen hebben met overgewicht. En ik wil aangeven dat overgewicht is eigenlijk een symptoom van iets anders. Dus wanneer jij alleen onkruid weghaalt en je weet zeker dat die onkruid weer terugkomt. En maar helaas, dat weet je niet over overgewicht. Je weet niet, of misschien wel, omdat je vaker gedaan hebt. Je hebt overgewicht en je gaat alles van alles doen om de overgewicht weg te halen. Je gaat diëten, pillen nemen, shakes nemen, van alles en nog wat om te doen. Of zelfs operatie ondergaan om je overgewicht onder controle te krijgen. Maar je weet dat na enkele maanden of misschien jaren overgewicht komt terug. Waarom? De reden, echte reden, is dat het antwoord op deze vraag. Overgewicht is een symptoom van iets anders. Of misschien veel andere dingen die in je leven gebeuren. En wanneer problemen niet opgelost zijn, overgewicht blijft gewoon zoals het is. En als jij van alles aan nog wat doet om af te komen van overgewicht, je weet zeker dat die toch terugkomt. Eigenlijk, na over nadenken, je weet niet zeker. Dat is de reden waarom jij zegt, oké, weer diëten. En jezelf eigenlijk in een probleem brengen, omdat iedere keer dat overgewicht terugkomt, dat de effectiviteit van alles wat je doet wordt minder. Omdat dat deel van jou, jouw onderbewuste, dat deel van jou dat alles regelt, is geprogrammeerd om terug te komen naar default gewicht. En dat default gewicht is het overgewicht wat je hebt. Dus als je programma niet verandert, overgewicht blijft bestaan. En je weet hoe gevaarlijk het is in je leven. En dan iedere keer wanneer jij jezelf dwing om te diëten, calorieën tellen, pillen nemen, je weet ergens van binnen dat die dingen wat jij doet zijn tijdelijk. Je gaat heel veel problemen brengen aan je lichaam, aan je geest,
En uiteindelijk kom je terug naar je oude gewicht. Dus wil ik aangeven dat ik kan jou helpen om daadwerkelijk het probleem aanpakken. Zodat jij gewoon, net als gewone mensen, kan eten, genieten van je eten en toch afvallen. En je weet, wanneer jij afvalt, dat goed gevoel van binnen is prachtig. Omdat je bereik hebt wat je altijd wilde bereiken. Maar wat niet, was niet mogelijk geweest vanwege alle onderliggende redenen. Dus daar gaan we mee helpen. Om te zorgen dat die redenen weg zijn. Zodat jij effectief en efficiënt kan afvallen. Afvallen wordt gewoon the way of your life. Gewoon dezelfde manier wat jij eigenlijk leeft. Je leeft. Je eet. Je doet je activiteiten en je valt toch af. Omdat ik hoef jou niet te vertellen wat goed is en wat niet goed is. Je weet het zelf. Maar iedere keer wanneer jij naar de keuken gaat, naar de la met de snoep. Je weet dat het niet goed is, maar ga je het toch pakken. Wanneer jij s'avonds voor de televisie zit. En je weet dat een snacken niet goed is, je gaat het toch doen. En je kan van allerlei excuses maken voor jezelf waarom je dat doet. Bijvoorbeeld, ja, beloning. Ik heb het verdiend. Ik heb hard gewerkt. Allemaal excuses om toch te doen wat niet goed is voor jou. Ik help jou om af te komen van deze excuses. Om te zorgen dat jij jouw ideale gewicht vorm krijgt. En dat is eigenlijk niet alles. Wat van binnen gebeurt, de tevredenheid, de blijheid, omdat alle onderliggende redenen weg zijn, dat is de beste wat ik jou kan doen, kan geven. Of helpen om te bereiken. Ik hoop dat deze video interessant geweest voor jou. En als er zoiets, laat even weten. Als er vragen zijn, als er opmerkingen of wat dan ook zijn, laat even weten. Dan kan ik je om je helpen. Om je doel te bereiken. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop dat ik met jou in contact kan komen, zodat ik met jou specifiek kan werken om af te komen van onderliggende redenen voor jouw overgewicht. Bedankt voor jouw aandacht en hartstikke fijn dat je gekeken hebt. Tot volgende keer. Doei doei.